Die andere is heel erg hoge level volgens mij. Maakt niet uit, we gaan hem pakken. We zijn met z'n tweeën en we hebben twee dino's extra. Dames en heren, welkom terug bij de Desert Eagles. Mijn naam is Gigi Monroy en vandaag zitten wij weer in Ark met Pascal en yo. Mike. Yo. We zijn er weer, check mijn mooie bow, dames en heren. Oh, fucking vet. Echt heel gaaf. Nou ja, zoals jullie in de vorige episode hebben kunnen zien, hebben wij deze Blastoise getemd. Ja, dat is nu level 46. En Pascal heeft dus intussendoor even nog een dodo getemd. Ja, je hebt er niks aan. Maar goed, het maakt niet uit. Het is leuk om dingen te temmen. Wat gaan we... Wij gaan vandaag de testhuisje aanpassen naar Wood. Ja. Dus in deze chest zit allemaal foundations en shit. 7. En volgens Pascal is het zo dat als je... Oh, 7. Dat als je... Oké. 7. Ah ja, ik zie wat groen flikkeren. Ja. Klik. Kijk. Helemaal goed. Dan krijg je resources terug voor die oude. En de nieuwe is geplaatst. Dus zo kun je alles vervangen. Helemaal top. Nou, we gaan alles even vervangen. Als jij de vloer eronder vernietigt, dan ben je ook de shit kwijt die erop stond. Oké. Ja, dat is niet handig, hè? Nou, de wooden box die blijft gewoon staan, hoor. Ja, maar als je de vloer eerst vernietigt, dan niet. Oh, dat bedoel je. Ja. Sorry. Kijk, het is weer licht, dus ik ga even weer lekker hakken en best verzamelen. Episode 3 alweer, hè? Ja, tijd gehad, jongen. Zo. Dan ga ik even wat shit verzamelen buiten. Even wat berries. Zo, we willen natuurlijk straks het grotere werk gaan temmen. Roy wil natuurlijk en zou die Bronto moet die keer gaan doen natuurlijk. Die moet ik echt een keer gaan doen. Absoluut. Die gaan we zeker in een episode laten zien dat we die gaan temmen. Dat kan niet anders. Nee, precies. Nou, mijn oog is eerder gevallen op een echte vleeseter op de duur, weet je wel. Een raptor of een carno die hier ergens in de buurt rondliep. Ja. Daar is mijn oog wel een beetje op gevallen. Dus die hopen we een beetje tegen te komen, zoiets ook. Zo. Nou, ik hoop dat we zo'n vliegende kunnen krijgen een keer. Ja, maar pas vanaf level 35 kan je een zadel maken om te gaan vliegen. Dus dat duurt nog leven. Ah, het gaat snel zat. Hallo. Dus, maar... Dat komt helemaal goed. Ah, dat sowieso. Die shit doen. Dan ga ik de shit droppen. Ben ik tussendoor allemaal shit aan het verzamelen natuurlijk. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Ik heb een mortal en pestel gebouwd, dus we kunnen natuurlijk de narcotics maken. Wooden doorframe. Ja, voor sommige dino's heb je gewoon zoiets nodig. 8. Hoppa. Berries in zijn inventory gooien, want ze deelt mijn inventory vol met berries. Ah, dat is niet handig, maar. Kom maar goed, kijk, hoppatee. Kijk. Wat vind je ervan, Mike? Dat ziet een stuk beter uit. Snapte. Ja, maar nou kan het ook veel meer klappen verdragen, weet je wel. En dat is ook wel zo handig. Ik denk dat we seedlings tekort gaan krijgen. Oké, die kan je nog even snel maken, dus hoor. Ja, dat geeft ook weer wat levels. Ja, Roy wil naar level 15. Ja, in vanaf deze episode. Vanaf level 15 krijgen we leuke shit. Zo'n episode kan we het huis even aanpassen. Dan zie je dat het ziet er goed uit al. Ja, snapte. Misschien dat we nog wel verdieping bovenop bouwen. Ja, wie weet, we moeten even wat wood verzamelen. Ja, ik heb hier nog 39 wood. Even kijken, 7. We komen één ceiling tekort. Eén klein ceilingje. Dat is jammer, maar... Hoeveel wood moet je ervoor hebben? Dat is een hele goede vraag. Ik kan er één maken. Volgens mij hebben we er 11 in totaal nodig. Ik kan er één maken, dus dat maakt niet uit. Oh. Hoppa, volledig houten huisje. Nou moet ik nog één dingetje doen. En dat is die wooden ramp aan deze kant. Ja, die hebben we wel nodig.
Anders zit het allemaal te kloten om mijn deur in te komen. Hoppatee, hij is licht. Yay. Aan allebei de kanten, nou. Oh, hey. Helemaal top dit. Ik vergeet wat. Je verstand. Kijk, nee. kijk, mooi hout huisje. Oh, oeps. Het vuur erover. Oh ja. Mooi hout huisje. Wood out. Kijk eens. Gaaf, hè, dames en heren? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ik ben even een dino-antem aan de overkant. Het is echt, ja, het huis ziet er al beter uit. Ik heb een dino-knockout geslagen. Waar ben je dan? Ja, nou aan het overzwemmen. We gaan hard even, we gaan even heel hard. Maar dat is een Dilo. Dat is de afkorting. En ja, die zijn heel makkelijk. Want die is echt makkelijk als soort waakhonden, weet je wel. Ja. Ik ben aan de overkant, daar ligt dat ding. Ja, ik heb een paar stenen op zijn bakkers geschoten. Ah, precies. Ah, oh, gaat lekker. Wow. Oh, ik ben aan het poepen. Oh, doe ik ook even. Kan je oppakken en weer mee gooien, hè? Ja, klopt. Nasty. Ja, heel erg nasty. Oh, fuck. Ik schrik mij kapot. Ik gooi nog even knakkerberries bij hem. Ja, is die nodig. Ah. Hij heeft een cortex. Ja, we zijn offscreen even een beetje bezig geweest met levelen. Ja, levelen. Dat was het, ja, dat we hebben echt op. We hebben vooral shit verzameld. En ja, dan level je ook gewoon door. Ja, daarom. We zitten trouwens, zaten vlak bij Stonehenge. Zo noem ik daar gewoon. Zo noemen heel veel mensen daar. Dat is eigenlijk gewoon een klein schiereilandje onder op de map. Ja, waar alleen maar stenen staan. Echt ja. Alleen maar steen. Hoppa. Is die er om te stampen? Maar dat is een trike met level 33, die laat ik maar met rust. Zo, mijn beeld staat te trillen door die trike. Ik ben aan het verhongeren. Weet je wat mooi is aan die dino's? Je hebt heel veel verschillende soorten kleuren, hè? Ja, dat wel, ja. Net als bij trijks, je bruine, oranje, roodachtige, groene, noem maar op. Ja. Heel alle kleuren van de regenboog, zowat. Ja, dat is helemaal beeld. Dat is een beetje overdreven, dan vind ik persoonlijk, maar dat mag je. Ja, ook dan wel. Ik heb trek in het koekje. Oh. Hey, we hebben hem. Ja, yeah, wat is dat ding? Ja, yeah, we hebben hem. Hij is maar level 8, maar toch. We kunnen er nog eentje gaan proberen, dat we er twee hebben. Wat voor level ben jij? Level 15. Ik ga jou niet killen. Ik heb er geen zin in eigenlijk om je ook te zijn. Ik ga een beetje flint en metal verzamelen. Oh, je hebt dus level 4. Dan is die echt heel hoog. Maar we pakken hem wel. Oh, Mike. Oh, hij is gebroken. Dat is niet handig. Hey, trekkie. Ja, even ook je drinken nemen. Ja, doe dat. Ik stel ook voor dat we op den duur gaan kijken. Of we na deze stenen of zo misschien een brug kunnen bouwen. Zo zou ook wel leuk zijn. Ja, inderdaad. Oh, ik moet even verzitten, dames en heren. Oh. Zo. Hoppatee. Er zit echt vreed veel vis in het water hier waar wij zitten. Het is echt ongelooflijk. Ja, cool. Dus... Oh, ik wou gaan net gaan switchen. Nou, lekker. Ja, dan. Doe dat. Als je vlees moet hebben, is het echt ideaal. Ik ga even wat loot verzamelen. Ja. Je tribe mate heeft een Coolacant of zoiets of is, geloof ik. Coolacant, ja. 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 Ja, en een Pokémon heet die Relicant. Ja, die heb je ook. Soort die heb je ook in Animal Crossing. Dat is een van de zeldzaamste vissen. Die kan je alleen maar echt vangen als het dondert. En bliksemt en regent, zeg maar. En, oh ja. Ja. Het is al bijna 160 jaar geleden hadden ze, voor het laatst hadden ze hem toen gezien. Ze dacht dat hij uitgestorven was. Ja, precies. Maar op 100.000 meter diepte ergens in Japan hadden ze hem nog gevonden. Dus ja. Ja, hij is best een hele gave vis. Ja, in het echt is het echt een mooi beestje. Ja, ja zeker. Oh. Ik zie Mike zwemmen. Kan jij voor piranha's, Mike?
Ja, ja. Hé, hey, loop niet de boeren asociaal. Zo asociaal, Oh fuck, die dino die is volgens mij, die is heel over me heen. Ja, ik denk dat het wel goed is. Was het goed? Ja, denk het wel. Ik heb nog even twee storage boxen gemaakt, of één, sorry. Mooi. Ja, dat is oh shit, ho! Oh, bij mij is nog niet het beeld nog niet helemaal netjes geladen. Ik zie opeens allemaal dino's door de lucht heen vliegen. Oh, is nooit weg. Daar liggen stenen. En die laait hij wel later bij mij. Had ik hem dan niet wel gecraft? Hè? Ik ga steeds naar craftable items, terwijl ik eigenlijk naar inventory items moet. Ja. Oh, ik heb 100 hide, John. Dat is echt bizar. Ja, dan ook even in die chest flikkeren en dan gooien. Sorry. Ik ben bijna level 14. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. Gewoon even een Blastoise killen. En nou noemen die gelijk Blastoise natuurlijk. Oké, wat voor level ben jij? We hebben level 15. Dat is hebben gewoon hide nodig. En keratin is ook vreselijk handig. Daar heb je op den duur heel veel van nodig. 3. We gaan er tegenaan. Kom maar, Miep. Kom maar, kan je makkelijk aan. Hoort hem drukken. Hij is aan het vechten voor zijn leven. Oh! Dat valt ook wel mee. Oké, ik heb hier twee dilo's. Yeah. Bam! Nog een derde. Gewoon 3 waakhonden. En we lopen. Bam! Maar het is toch handig, want als wij dadelijk aangevallen worden, of net als Roy snel aan het vechten, als je die dingen erbij haalt, dan helpt altijd mijn knokken natuurlijk. Oh fuck, mijn mannen dood. Moet ik even komen helpen of? Als je wil, even. Ik ben onderweg. De Batman. Volgens mij heb ik hem bijna hoor. Ja, je kan het zien, als hij heel veel onder de plekken zit en shit, dan is hij bijna dood. Ben onder, gooi, je hebt er 2 achter je aan. Ja, ik weet het. Ben onderweg. Oké, thanks. Die andere is heel erg hoge level volgens mij. Maakt niet uit, we gaan hem pakken. We zijn met z'n tweeën en we hebben 2 dino's extra. Oh ja, dat is waar ook. Hey, hallo. Kut. Godver. Je hebt echt keiveel vis, jongen. Pak hem af. Lekker. Ik heb gelijk uit aan het verzamelen. Oh, er is er eentje gekild al. Hier. Daar, dat maakt niet uit. Oké, okay, de tweede is ook gekild. Help even mee, Roy, om die ene te pakken. Het is hoger dan onze andere dino, dat is allemaal dood. Hij staat een hoger level. Ja. Oké, okay, hij is dood. Ja, inderdaad. Hoppa. Weer wat ik ben level 2. Oké, okay, die dilo's die zeggen hartstikke dood die ik net getemd heb. Dat maakt niet uit. Ja, oh, dat is zo jammer. Oh, sorry. Hij hoeft niet dood, hè? Nee. Nou, dat was best een slecht ideetje eigenlijk. Ja. Ik dacht dat ik het wel had, maar ik was die andere helemaal vergeten, joh. Eigenlijk wat height heb ik weer. Kijk eens, op de... Oh, we hebben onze waakhonden zijn hartstikke dood al. Ja, sorry daarvoor. Maar dat maakt niet uit. Ik hak ze in stukken en dan hebben we weer shit erbij. Light fire. Dat was niet echt een strak plan, dames en heren. Nee, ben je wel level up of zo? Bijna. Oké. Okay. Gaat niet echt hard zoals je zei. Nou ja. Shit droppen. We hebben private chests, dus ik weet niet waar alles in zit. Ik heb het gewoon even... Wordt aangevallen. Kom eraan. Waar ben jij? Ik zit vast. Pak het water. Pascal, ik zit vast. Waar ben je? Zijn schijt piranjas. Ziezo, ik ben... vlak bij het eilandje waar Pascal was.
Zit je in het water? Nee, ik word er achterna gezeten door van die kleine... Kompies. Ja, de kleine beestjes die... Ja, steken en achteruit lopen en blijven steken. Ik vind het zo kut dat ik jouw naam niet kan zien, nergens. Gewoon achteruit lopen, Mike, en blijven steken. Hé, hey, level up is een fable, dat is mooi. Dat is één. Nu die andere. Ja. Waar zit je dan? Ja, ik zie hem, hij zit aan de overkant. Oh, echt? Moest je wel hier. Even in stukken hakken mee bijen als je wil, hè? Oké, okay. Oh ja. Hij zit aan de overkant daar. Oké. Ook een level 80, die krijg jij doodgestoken met de primitieve wapens, dus dat is wel handig. Ja, ik heb een level 76 achter me aan. Dat is een klein beestje. Ah, joh, mietje. Ja, ik heb toen net ook een van level 70 gekillt. En ik had er 5 achter me aan. Ja, ik heb gelukkig maar 2 hakken achter me aan. Op donder nou, hebbes. 67 maar, Mike. Ja, ik was eigenlijk ik had eigenlijk een grote, maar toen werd ik aangevallen door 2 kleintjes. Sorry dat dames en heren, ik liep grote kwijlen, wauw. Oké. Hé, hier staat het kampvuurtje nog. Wow, waar is die grote gebleven? Is dat Parasauer? Parasauers rennen hard. Ja, hier is hij. Ja, ik ben tired, dus... Wat ga ik nog even doen? Dat is een hele goede vraag, dames en heren. Wal niet te ver af, hè? Wal niet te ver af, Mike, want als je verkeerd dienen kan... Ja, hier, skull. Ik ga dan een knock-out berries verzamelen en zo. Wat voor dino? Oh, dat is een parasauer. Een fiber. Wat wil je ermee doen, Mike? Nou, gewoon, maar hou het toch, kent toch? Niet? Hij is heel laag level, ik zou hem gewoon een stuk hakken. Oké. Okay. Persoonlijk. Lekker mistig. We hebben weer een goede dag uitgekozen om op te nemen. Ja, maar... weer mistig. Hier krijg ik echt een heel veel... Zo, hoppa, 34 height. Ja, ik heb ook 20 uitgepakt. Zo, ja, maar kijk hoe het uitvalt, jongen. Ik heb 34 Engram points. Misschien ga ik nog wat even leren. Mist heeft gewoon echt totaal geen functie in deze game. Nee, echt niet. Om het moeilijker te maken, ik weet niet. Ik vind het gewoon nutteloos. Hey, level 6 strike. Ah, die kan je killen. Ja, trijken je eentje is lastig hoor, zonder goede armor. Ja, dat is waar. Oké, ik ga even terug. Nou, die mist is gewoon vervelend. Je hebt er echt geen ene fuck aan. Schildpad, level 22. Die zou ik niet in je eentje proberen. Maar... Het is een rood schild, wel gaaf. Ja, dat ja zeker. Nou, in ieder geval niet gelukt om tot level 15 te komen deze episode. Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, dames en heren, vonden jullie deze video nou leuk? Geef het vooral een blauw duimpje omhoog. Uh-oh, oeps, dat wil ik niet doen. Wat doen dan? Oh, laat maar. Nee, niks. Willen jullie meer? Abonneer. En zien we jullie de volgende keer. Dit is Mike van Des Eagles. Peace out. Dit was Pascal. Houden we toedels. En ik zit heel erg die kutlening omhoog te trekken. Ah, kut. Dit is mooi. Houdoe. De mazzel. En de big balls. En grote ballen. Oké. Apart. Nou weet ik even niet meer wat ik kan zeggen. En vallen die Eagles. Houdoe. Uiteraard. We'll be right back.